Badahari die zo verontwaardigd uitriep na die knock-out. Aanhalingstekens. Nederlaag tegen Karajev. I'll never fight again. Nou, goed. Dat zeg je dan zo'n moment. Maar hij is terug, Badahari. Met bij hem zijn team. Melvin Manhoef aan de linkerkant. En naast hem Mike Passanier. Achter hem Peter Hopman. Kortom, de mannen van Mike's gym. Van de It's Showtime team. André Hazes. Ja, nou, die wordt dus hier ook bekend. En dat is dan wel weer iets heel specifiek typisch van Badahari. Komt op zijn manier op. Hele team zingt mee. Op zijn Amsterdams. Met André op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Hari die we kennen van zijn half uur lang durende opkomst als rapper. Nu heb je een andere boek gegooid. De nachten waren lang. Dan ik vraag me echt af wat die Japanners nou denken. Wie is die karaoke zingende vechter uit Nederland? Misschien wel als bijna. Badere karaoke Harry. Maar hij doet het allemaal wel. En je kunt zeggen wat je dan wil. Love him or hate him, hij is speciaal. Deze man, de opkomst is speciaal. Het is uniek. En hij kan knokken, alleen de vraag is, welke Harry krijgen we vandaag in de ring? Als hij er serieus bij werd, als hij zich helemaal heeft gecommitteerd, dan is deze man bij vlagen geniaal in de ring. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. De Ronde Moesiet. Trainende tijd bij Tom Haring, ook daar heeft hij natuurlijk heel veel geleerd. Zoals ik dat wil, ik bemoei me toch ook niet. Een van de grondleggers van de Muay Thai in Nederland en Europa, Tom Haring. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Bij Mike Passanier. Maar voor Passanier en zijn relatie met zijn pupillen en zijn wijze van kijken op de trainerschap kunt u een uitgebreid verhaal lezen in de nieuwe ringsport in januari. Om eigenlijk om hier ook gewoon zo'n verhaal met Germain de Ranami. Het wordt trouwens tijd dat ze hier ook een keertje wat vrouw K1 wedstrijd laten zien, want dat zit er waarschijnlijk om een keertje aan te komen. Door een stuk onderbelicht. Ik kijk nu terug en dat toch heb ik geen spijt. Kickboxen. Het waren mooie jaren. Kijk, mooi hè? Want wat ik deed, nooit deed ik kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust.